Welkom bij Project Cars. Eindelijk is het spel uit. Ik heb hem vandaag dan eindelijk gekregen. En ja, laten we beginnen. Ik helaas werkt mijn stuur hier niet op door het gebrek van een chipje in mijn Logitech wheel. Heel irritant, maar ja. Dus we moeten het met de controller doen. Helaas, ik hoop dat ze dat ooit gaan fixen. Maar ik denk het niet. Ik bedoel, PlayStation 4 is inmiddels ook alweer 1,5 jaar uit. En ze hebben het nog steeds niet gefixt bij Sony. Het heeft te maken met een nieuw soort beveiligheidsachtig systeem. Ik zal even de muziek uitzetten, denk ik. Waarom? Oké. Ik heb één raceje gereden. En dat was ten eerste om te kijken hoe het. Nee, niet master volume. Music volume. Oh my god. En dat was best wel cool. De enige problemen die ik ermee had. En dat waren wel behoorlijke problemen. Is dat op de een of andere manier mijn tv. Hele rare dingen doet met PlayStation 4 beeld. Het is heel licht. En ik heb geen idee waarom. Misschien heeft het met de contrast te maken. Die staat inderdaad wel wat hoog. Maar ik denk niet. Ik zet hem iets lager. Misschien heeft dat effect. Maar daardoor is voor mij zeg maar alles heel licht. En dat is niet heel leuk. Het tweede punt was. Was dat het rijden eigenlijk best wel chill was. Ik reed. Nee, ik had maar één keuze omdat ik de update nog niet gedownload had. Dus ik dacht van ik wil snel een race doen met deze auto en dat. Maar ik kon niks kiezen. Ik moest deze race doen. Dus ik dacht oké, vooruit. Nu kan ik wel kiezen omdat ik de update heb gedaan. Ik vond dat hij heel erg sensitief was op de rechte stukken vooral. Als je één klein tikje aan de joystick gaf, dan ging de auto compleet de andere kant op. Dat is misschien wat overdreven, maar het is in ieder geval heel lastig. Want dan kan je niet makkelijk corrigeren. Dus heeft het met de steering dead zone te maken? Steering sensitivity, die ga ik wat omlaag zetten. 30. We gaan kijken hoe het is. Natuurlijk gaan we career mode doen, maar niet nu. Ik ga eerst gewoon een uurtje kennis maken met het spel, met wat het allemaal te bieden heeft. De meeste weet ik wel, maar ik heb natuurlijk zelf niet gespeeld. Dus ik ga een paar auto's en een paar circuits testen. Ik denk dat ik gewoon, misschien, we doen wel korte races denk ik, dat is het leukste. 2 rondjes. Deze heb ik al gedaan. Wat zullen we doen? Dit is de full circuit. Oh, ik wil deze testen. Hier heb ik zo naar uitgekeken. Oké. Yep. Nee, ik wil gewoon de normale doen. Die is leuk genoeg. Welke auto? We beginnen niet met een hele gekke. Laten we een rough nemen. GT3? We kunnen ook met een Radical. Dat is meer een circuitauto. Wat gaan we doen? Ik denk de rough. Deze. Alright. Natuurlijk gewoon Porsche. Over het algemeen. Duurt wel 8 minuten of zo. De laadtijden. Ja, ik bedoel, het is op de console PlayStation 4. Dus ja, je kan niet de beste laadtijden verwachten. Maar ik vond het toch wel een beetje tegenvallen. Zeker als je het vergelijkt met de PC waar het gewoon binnen 10 seconden of zo geladen is. Ja, dit duurt wel echt een stuk langer. Maar ja, dat hoort er altijd dan bij. Natuurlijk zou ik hem wel graag op de PC willen. Dan zou mijn stuur ook beter werken. Alhoewel ik mijn stuur wel geprobeerd heb, maar dat niet echt werkte. Maar
Ik heb me er ook niet heel erg in verdiept. Ja, wat waarschijnlijk ook irritant is. Daar wil ik nu wat aan doen. Is de. Oh, nu zijn ze weg. Wait, what? Ik wou zeggen de balkjes in het aan de rand van het scherm. Oh, maar dat is nu weg. What? What just happened? Alright. Oh god. Oh my god. Wow. Oh, wacht even. Holy health. Okay. Oh. Grip. Het voelt echt alsof we op ijs aan het rijden zijn. Ik ga even de set, even kijken wat je allemaal kan. Even dit. Okay. En even de knopjes aan het testen. Ja, dit wil ik wel graag houden. Wat is dit? Oh nee, dat is te veel informatie. Ja, is dat goed? Dat zijn de wipers, oké. Okay. Dan kunnen we rondkijken. Die gaan zelfs naar beneden kijken. Wacht even hoor. Ik ga. Je kan hier niet naar de. Dat is annoying. Naar de opties. Oké, okay, laten we even opnieuw gaan. Hoe kan je de camera van punt 2? Ah, zo. Dit vind ik wel een coole taak. Niet heel erg handig. Dit is de. Wat zijn deze problemen? Dit is de helmet cam. Laten we kijken of we een beetje kunnen bijblijven. Volgens mij staat de AI op 60. Oh my god. Wauw. Met de Audi was dat prima, maar dit ding glijdt op de grond. Misschien had ik even naar de settings moeten kijken. Ik ben geen pro racer, alles behalve. Hier rustig aan en deze bocht totaal niet zoals je hem zou moeten doen. Alright. Ik ben ze niet compleet bij het. Dat scheelt. Okay. I'm quite liking this. Nou had ik wel meer gas kunnen doen. Ik heb ook niet manual gearboxes, maar zoals ik al zei, ik heb nog helemaal niet naar de opties gekeken. Dus ja, ik heb geen idee wat wel en niet aanstaat. Oh, nee. Oh my god. Alright. Let's try again. Oh my sweet Jesus. Okay, we gaan niet meer tegen andere mensen racen, want dat houden we niet bij. Wat is dit? Dit spel schijnt nog wel moeilijk te zijn. Het is een echte simulatie. Ja. Oh. Het is heel anders dan andere spellen.
heb het idee. Dit ding stuurt gewoon ineens naar rechts of zo. Natuurlijk komt dat door een of andere hobbel in de weg ofzo. Nou, dat ben je niet gewend. Normaal heeft dat niet zoveel effect. Dit is een 16 seconden achter. Ik wil kijken hoe ver we dat kunnen inlopen. Voor het eerst in mijn leven vind ik de circus een heel wel aardig. Dat in de simulatie, nou. In arcades ben ik altijd voor first person. Wat gebeurde daar? Misschien ook een nadeel van dat je geen stuur hebt, dat je niet precies weet wat er van is. En natuurlijk niet de force feedback. Het ziet er wel mooi uit, maar matige tv. Setting. Nou, het is een detectief. We zitten pas op 1 derde, dus. Oh, I'm liking that. Het geluid in het spel is fantastisch. Dat is niet zo gevaarlijk. Dit is altijd wel Heel die ik fijn vind. 10 seconden. Ik heb nog steeds niet meer. Oh, dit is wel lekker. Als je hem eenmaal aan de gang krijgt. Juist. Ik ga zeker niet voluit, hè. Ik heb geen idee hoe dit circuit gaat. Snel weg, nou. Nou, we gaan toch 250 km per uur. Het voelt niet zo eigenlijk. Oh my god, blijf uit die muur. Damn it. Alright. Calm down. We gaan nu even pushen, denk ik. Holy fuck. Okay, damage staat aan. Waarom moet ik hier zijn? Ah, oké, okay. Ik zie het al. Ik weet al waar mijn hand komt. Ik get it. Wauw, oké. Dat kan je damage doen. Kijk eens. Ja. Ik ga gewoon het laatste deel even voor. Het is in ieder geval niet dat, denk ik, dat de sensitivity is nu al verbeterd. Ik denk dat dat per auto verschilt. Dat het in een auto snel erger is dan in een Porsche.
Maar ja, natuurlijk kan je het best veranderen per auto, denk ik. Oh wel, je kan het niet krijgen. Dat is wel irritant. In ieder geval 1 seconde goed gemaakt. Oké. Ik heb nu daar wat rondje doen. Kijk, okay, dat is de handrem, duidelijk. Kijk hier. En we zijn er. Oh, nog niet, we zijn er nog niet. Extreme crossing, go kart. Boom. Oké, dat was een slagveld. Nice. Waar zijn de overige? Oké, there we go. 12 seconden. Bijna 13. Alright. En 30 seconden achter op de nummer 1. Yeah. Return to Race Central. We gaan een ander circuit proberen, een andere auto. Ik denk dat we ook even de karts gaan proberen. Ik weet nog niet precies waar ik in mijn carrière wil beginnen. Ik dacht aan karts. Ik heb zoiets bij de karts van. Aan de ene kant heb ik daar niet zo heel veel zin in. Aan de andere kant wil ik ze ook niet overslaan. We kunnen een rondje Spa doen. Een race met. Ja, 2 rondjes. Iets meer tegenstand. Laten we het even rustig houden tot nu toe. Same class. Yep. Alright. En welke auto gaan we nemen? Radical wil ik wel proberen. Prototype 2. Nothing too radical. 2 rondjes. Let's see how we do. Spa-Francorchamps met natuurlijk rouge. Opvallend genoeg is de start-finish hier achter de hairpin-bocht. Vlak voor rouge. Volgens mij is het in ieder geval de Formule 1 is het op dat andere voor de hairpin. In ieder geval. Misschien is dat speciaal bij Formule 1. Dat ze niet de allereerste bocht Eau Rouge is met 30 of 20 auto's. Het zou kunnen. Oh, ik denk dat de laadtijden iets verbeterd zijn. Dan die update misschien. Ik heb daar eigenlijk niet zo veel mee dat ze door de controle praten. Ik vind het een beetje. Het heeft wel een soort van. Ik heb nog steeds niet naar dat gezien. I like this car. Ja, sensitivity is inderdaad. Nog beter, maar nog steeds een beetje. Een beetje radical. Dit is nu al een van mijn favoriete auto's. Dit ding blijft hier. Dus dat is heel goed. Ja, ik heb ook gemerkt dat ze bij de start allemaal niet zo heel goed zijn. We gaan zo meteen ook wel even de regen. Ah, steering sensitivity. Even wat zachter trouwens. Dat hoor je echt door het hele huis dan. Waar kunnen we dat doen? Devices misschien? Controllers? Yep. Doe maar voor de helft. Alright. Is het beeld nog steeds goed?
Oké. Ik denk dat hij gewoon automatisch aangepast is. Aan het begin van. Toen ik dat filmpje ook liet zien, de trailer zeg maar. Promo, intro, hoe je het ook mag noemen. Toen zag je zwarte balken eromheen en ook in het hoofdmenu. Maar ik denk dat het gewoon aangepast is automatisch of zo. Deze auto. Deze auto. Het is zo goed. Dit is het. Ik hem heel erg aan doen. Ik hem heel erg aan doen. Oh, wat. Oké, ik denk dat je AI weer wat. Oh, we hebben nu al een leuke doel. Ja, normaal gesproken vind ik het hier. Maar nu zitten die herpen. Oh, stuk 56. Right. Ik denk niet dat ik voor manual keerstaan. Gearbox, omdat met de controle is dat heel erg. Ja, die steering sensitive die maakt gewoon heel snelle bochten heel moeilijk. Kijk. Oh my god. Kijk bij deze bochten, of er is bij normale bochten, is het prima. Bij die scherpe bochten. Of niet bij de scherpe bochten, bij de snelle bochten. Ik vind het wel echt een hele chill. Vergelijk je die met die port, de rust, zeker. Zoveel grip. Het is natuurlijk ook een goede doel voor racen. En de rust is meer voor op de gewone weg. Rust heeft serieus radio installatie dat soort dingen. Goede stoelen, comfortabele stoelen. Maar dat is echt niet. Ik denk nog, ik denk dat het niet eens gedaan. Maar deze bocht is wel fijn, alleen jammer van de steering sensor. Echt beheersen, maar ik kan een voluit nemen met 250 km. Dat je echt puur om je heen kan kijken, dat kan je bijvoorbeeld in een motorist van YouTube. Dat moet ik even aan werken. Maar, tot nu toe. Ja, ik was er eigenlijk bang voor dat het met de controller best wel, ja, een beetje kloten zou zijn, maar het valt reuze mee. Alleen die steering sensitivity, die moeten we aanpassen. Dat gaan we nu ook doen. Gaan we ook even kijken naar welke assists aanstaan. Ik weet niet hoe lang deze video wordt. Tot ik geen zin meer heb ofzo. Of totdat ik iets anders moet doen, maar we proberen gewoon wat dingen aan. Uit. We gaan nog niet beginnen aan een career mode ofzo. Oké, steering en braking uit. Yeah. Anti-lock, traction. Ik snap echt niet hoe je zonder traction control kan rijden hoor. Dat kan ik echt niet. Ah, oké, visual only. Ja, dat is goed. Dat is wel fijn, visual only. Yep. Kennen, laten we dat maar niet doen. Keer 7. Keer 7? What the fuck? Auto start. Dat is eigenlijk wel cool om dat zelf te doen, maar
Hoewel. Yep. Wat nog meer? Het. De HUD. Guiding line. Turn indicator. Wat? Wait, what? Turn indicator. Track map. Okay. Ja. Periometric. Thank you. Oké. Laten we nog een raceje gaan doen. Ik zal de AI ook wat. Oh ja, steering sensitivity. Visuals. Het zal wel. Denk ik. Ik weet allemaal niet wat betekent. Bloom, Sunflare. Oké, Sunflare. Dat gaat wel irritant worden, denk ik, met mijn beeldscherm. Maar we kunnen het altijd uitzetten als het heel vervelend is. Alright. Ik ga er altijd maar vanuit dat de standaard opties het beste zijn. Tenzij iets me gewoon echt niet bevalt, zoals de steering sensitivity. Wat dan? Nee, we zetten hem op 10. Force feedback 100. Oké. Voor een controller dan. Dus dat is eigenlijk gewoon alleen dat hij dat controller trilt. Het geeft op zich niet echt tegen druk. Volgens mij zit zolder hierin, hè? Die wil ik wel een keer doen. Zolder, ja, dat circuit ken ik. Daar ben ik meerdere malen geweest. Het is in België. Voor de truckrace ben ik er een aantal keer geweest. Oeh, ik wil deze doen. Twee rondjes. AI. Laat hem op 60 doen. Ja, oké. Cool. Zolder. Ja, voor de truckrace ben ik daar meerdere keren geweest. Vroeger was dat in Assen. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. Maar, want ik ben vorig jaar niet geweest. En dat jaar daarvoor weet ik ook niet. Maar, vroeger was het altijd in Assen. Maar na een tijdje was dat niet meer zo. En was het dichtstbijzijnde was in België. In Zolder. En ja, toen ging ik daar vaak heen met mijn vader elk jaar eigenlijk. En dat was wel leuk. En nu zit Zolder eindelijk in een spel. Ik ken het eigenlijk alleen maar van een DTM-spel ooit. DTM 2 of zo. Dit is leuk. Maar ja, ik ken de circuit dus wel enigszins de layout. Oeh. Wow! Oké, we hebben een beuk gevonden. Of we hebben gewoon geen raam. Dat zou ook kunnen. Laten we deze proberen. Dat wordt mooi. Dit is dan natuurlijk, hè? Dat zie je heel vaak in... als je DTM mensen kijkt. Zie je dit soort camerapunten. World Touring Championship. Dat is wel cool. Laten we voor deze helmet kijken. Echt quite like it. Normaal zitten we heel vaak met deze bocht. Dit is wel echt een spektakelbocht. Deze chicane. En dan met drie trucks naast elkaar. Dat is wel cool. Maar misschien een beetje...
op mijn tweede kanaal heb ik een flink wat video's geüpload van Braziliaanse truck sim game eigenlijk. Hoe heet het? Formula Truck heet het tot 2013. Braziliaans kampioenschap, dat is een heel leuk spel. Dat zijn vergelijkbare trucks als die de Europese kampioenschap hebben. Dus check dat out. De makers van dat spel zijn dezelfde makers als van game Stopcar game ofzo. In ieder geval, dat is niet al heel lang geleden gereleased op Steam. Het is al een ouder spel. Iets ouder. Ik weet niet, 2011 ofzo. Maar in ieder geval, het is gewoon verkrijgbaar op Steam. Ik vind het net terug. Als je van trucks houdt en van racen, dan is het echt de beste spel. Het beste spel dat is. Ik weet hoe racen werkt. Ik heb genoeg klanten dus van trucks gespeeld. Ik speel al heel lang racing games. En natuurlijk ook truck games. Dus. Mijn eerste was iets van die Colin McRae's 2004 of zo. En ik had ook Pro Rally, dat vond ik heel leuk. Kijk, ken dit allemaal, dat is super cool, daar is het hotel waar we dan meestal slapen. Wow, ik heb minder schade dan die gast voor me. Dat vind ik echt een hele goede verbetering. Ik begon in 9e. Eindige 5e. Dat is goed. Dat is prima. Maar ik vind tot nu toe de rough was een beetje rough. Maar die twee daarna. Deze auto was ook gewoon heerlijk. Leuk om mee te racen. Dit zijn echt leuke auto's. Ik vind trouwens de manier waarop dit spel is gemaakt met die career mode, dat is echt waar ik al zo lang op wacht. Het is echt bizar, maar eindelijk is er een serieuze racing career sim achtig spel uit en ik heb hier zo naar uitgekeken. Welke gaan we nu doen? Er zijn veel circuits. Sakito. Volgens mij is dat gewoon, hoe heet dat? Suzuka. Maar dat weet ik niet zeker. Tenminste, het leek er heel erg op toen ik het zag op YouTube. Mount Panorama, dat is wel een mooi circuit. Bathurst, 24 Hours, Imola. Vroeger Formule 1 circuit. Hockenheim, Donington. Brno. Super. Ik wil een Mount Panorama wel doen. Die is wel leuk. Wat? What just happened? Mount Panorama. Ja, oh ja, ja, oké. Okay. I get it. Dan doe maar weer twee rondjes. 60 was eigenlijk wel goed, vond ik. 60. Kunnen we het weer aanpassen? Ja. Yeah. Weather slot. Wauw. Oh, dat het overgaat. Dat is wel cool. Dat is wel leuk. Laten we 2 doen. Laten we. Ik weet niet of dat kan. Clear. En dan. Thunderstorm. En dan moet het wel een beetje snel gaan. Dus. Ja, laten we het. Oké, dit gaat best wel crazy worden. Wauw. Ik wil wel midden op de dag. Vroeg, heel vroeg. Vroeg. 6:00 AM, je moet. Time progression. Nee, dat maakt niet uit. Doe maar heel vroeg. Nee, het is te donker. Maar 8:00 dan. Dat moet goed zijn. Welke auto gaan we nemen?
Oeh. Ik ga nog niet Formule A proberen. Formule 1. Formule Rookie. Ik wil wel een beetje een raceauto. Dit is een NASCAR-achtige auto. Wat gaan we proberen? Caterham? Oeh. Deze gaan we doen. Oh, dit is weer zo'n prototype-achtig ding. Nee, oh my god. Dit is wel irritant. Waar is die Bathurst? Alright. Dan moeten we dit zeker weer veranderen. Yep. Clear. Thunderstorm. 50. 30, yep, iets vroeger, 8 uur, boom. Nee, niet de radical. Wat is dit? Prototype 2, oké. Ik weet niet wat ik wil. SLS misschien. Nee. Laten we even bij de A beginnen. BMW. Ik denk dat we voor een BMW gaan. Ja, we gaan voor deze. Alhoewel, we hebben net een groep A gedaan, toch? We gaan voor deze. GT3. That's alright. Ik denk dat ik in mijn career mode de open wheel in eerste instantie ga doen. Ik wil eigenlijk gewoon alle kampioenschappen een keer doen. Maar ja, alles op zijn tijd. Ik denk dat we eerst de open wheel klasse gaan doen. Dus helemaal van volgens mij Formule Rookie tot aan Formule E. We kunnen altijd andere dingen doen. Oké, Bathurst. 8 uur ochtends. Prima. I'm liking it. Oh, er is een free practice. Oké. Dan maar geen race. Go, 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 go. Ah. Ah, steering sensitivity is beter. Deze auto is wel goed. Ik kijk wel een beetje uit naar ook de GT-klasses. Die vind ik ook altijd wel cool. Le Mans wil ik ook graag. Ik ben nooit een Gran Turismo aan toegekomen. De 24 uur van Le Mans. Maar ik vond dat ook een beetje een hele stomme opzet. Het was gewoon 24 uur rondrijden met 10 andere auto's. Eigenlijk bij random auto's. Het was geen serieuze race. Wat ze proberen aan te maken. Dat is de Thunderstorm. Australië. Dit is zo'n moment dat de steering sensitivity wel weer wat hoger mag staan. Dat is een nadeel daarvan. Ik weet niet, sturen. Oh, nice. Dat is een chillable. Zo naar beneden. Zo. Regelt inderdaad, hè. Jezus. Hier wordt de replay van zien. Oh, zo snel. Vlijen gingen. Oh, dit is zo cool. I'm in love. Daarom wil ik ook niet echt bij de cars beginnen. Die ga ik nog wel testen in de cars. Kijken hoe het is. Oh, misschien heb ik regenbanden nodig.
ik ga nog een rondje. Twee rondjes. Dan laat ik alleen het eerste rondje even herhalen. Ver aan de binnenkant. Het draagt alweer op. Weather progression keer 30. Dus, ja. Dus waarschijnlijk gaat het ook wel weer regenen. Aan het einde van dit rondje. Het enige wat ik tot nu toe met het spel heb, is dat het heel moeilijk is om vooruit te gaan. Oh! Wat gebeurt dat? Je hebt niet het gevoel dat je echt aan de limiet zit. Ik haat die bocht. Van mijn wipers niet uitzetten. Rechte steun. Kijk of we nu weer glijden door die bocht. Ik vind de helmet cam verrassend leuk trouwens. Dat had ik niet verwacht. Maar je let toch niet op het dashboard. Ja, dat is wel cool. Glee inderdaad niet door die bocht. Laten we dit zien. Holy hell. Doe ik dit zelf? Ja. Oh, wat? Deed ik dat zelf? Oké, dat was het handig. Of dat was verrassend. Oké. Hoe ziet de... zit dit eruit? Nou, oh, oké, dat was de pitstop. Nou, oh, mooie pitstop. Ja, dat is onhandig. Jezelf wachten dat je gewoon een rondje moet drukken. Oké, laten we naar de replay kijken. Oh, ik kan... Ah, dat is wel onzin. Ik kan niet de hele replay bekijken. Dat is best wel bullshit. Return to pitbox. Dat is some bullshit. I'm not liking that. Oké, dat is teleurstellend. Misschien kan het wel, maar ik denk het niet. Dat je niet de hele replay kan zien. Wat jammer. We zijn al drie kwartier onderweg inmiddels. Wat gaan we doen? We gaan in ieder geval niet 250 rondjes. Dat weet ik wel. We moeten naar solo. Ik denk dat we de karts een keer gaan proberen. Gewoon de normale kart. Dit ding ziet er ook wel cool uit. Ariel. Er zijn niet heel veel auto's in dit spel, maar dat maakt mij nooit zoveel uit. Dus. Ik heb altijd liever circuits dan auto's in het spel. Zeker nu je ook van die kampioenschappen rijdt. Ja, ik bedoel. Maakt het niet heel veel uit. Wat gaan we doen? Laten we gewoon een kartcircuit nemen. Maar was dit een kartcircuit? We kunnen deze doen. Alright. Drie rondjes. 15.
identical 60. Ja. Ja, ik vind het goed. Let's go. Ik weet eigenlijk niet wat ik hierna nog voor race ga doen. Ik denk dat ik nog één raceje ga doen. Ja, ik ga een formule auto proberen. Is dat een smiley? Zie ik daar nou een smiley? Oh my god. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. Als ik dit leuk vind, dan ga ik zeker beginnen met het karten in mijn carrière. Als ik het niet leuk vind, dan ga ik niet doen. Vorige week nog echt kart. Oh my god. Oh, de steering sensitive komt nog omhoog hier. Dit kan niet. I'm not really enjoying this. No, that's a slecht damage. I'm not liking that either. No. Okay, hier moet het nog even over gaan hebben. Ik weet niet of ik dit heel leuk vind. Als we gaan kijken, moet ik in ieder geval de steering sensitivity doen. Ik kan die bochten niet eens nemen. Waarom regelen? Oh, zoveel onderstuur met een kart. Kom op zeg, wat is dit? Dat is alles wat je niet hebt in een kart. Dat is de onderstuur. Kijk dat hij juist overstuurt. Ja, het regelt daar, hè. We staan niet laat, zo. We staan nog steeds niet laat. Ik denk dat het nu niet meer legaal is om te gaan karten. Want over het algemeen is de race nu wat afgekapt. Oh, oh. Werd geraakt. I'm hit. Okay. Did not enjoy that. Oh well. Ja, dat maakt het wel lastig. Ik ga nog even oefenen met karten. Ik ga wat met de settings werken. En als ik het ja toch leuk vind, dan ga ik karten. Maar ja, ik heb geen zin om 20 races, kartraces te doen terwijl ik het niet leuk vind. Nou ja, daar heb ik geen zin in. Wat gaan we nog doen? Ja, we gaan met een Formule auto. Ja, moeten we eerst circuit kiezen blijkbaar. Welk circuit gaan we doen? I'm not sure. Wat is dit? Caldwell. Die ken ik niet. Zo, die hebben we al gedaan. Klenkern, Hockenheim. We kunnen Hockenheim doen. Ja, waarom niet? De Grand Prix. Twee rondjes. Drie rondjes in de Formule... Niet de Formule A. Dat bewaren we tot het laatst. Ik denk deze. Die is wel mooi. Right. Ja. Kunnen we een kleur kiezen? Oh, god damn it. Ik ben naar beneden. Oh, ja. Select car. Open wheel. Ja, die
Die. Oeh. Maar mijn vraag is, kan ik de create new setup? Oeh. Oh no. That's bad. Dat is te ingewikkeld voor mij. Okay. Never mind then. Alright, blijkbaar gaan we niet de kleur veranderen. Prima. Oh, nu heb ik het weer nog steeds. Nou ja, boeien. Boeien. Ja, ik denk dat ik afsluit met de Azure Coast route, of hoe die ook mag heten. Die wil ik ook heel graag proberen. Ik weet nog niet met welke auto. Ik denk niet te rough in ieder geval. Dan de snelle achtige auto. Misschien de Radical of zo. Die vond ik wel leuk. Button op het stuur. Pit speed. Oké, okay, dat klinkt ook iets radio. En screen. Oké. Okay. Dat klinkt als logische knopje. Oh, ander stuur. Was dat een inhaalactie? Is dat serieus? Die wil ik. Kunnen we de replay opties eens. Ik heb nog een camera veranderen. Dat is nice. Kijk hoe we door die eerste bocht gingen. Niet zo goed. Mooi. Oh, oké. Okay. Even de inhaalactie zien. Yeah. Oké. Okay. Aanremmen. En gewoon het buitenom. Ja hoor. Hoe kan je zo sneller gaan dan? Nou, never mind. Misschien moet de AI nog wat omhoog. Oh my god, the AI is quite aggressive. His ear spot is leuk. And the listening. Quick. Dit is cool. Oh. Oh. Niet te vroeg jij. Sorry. Je reed in de weg. Kijk je achterop. Zo. Oh. Oké. Okay. Hij zat er gewoon van.
iets te lang. Kijk die wolken. Dat is cool. Ik wil mijn helmet kijken. Hop, hop, hop. Hoe doen we dat? There we go. Oh, dit is nice. Hier altijd mee heb is omdat hij zijn hoofd zo draait, kan ik niet precies in mijn auto rijden. Maar ik had het liever dat hij gewoon recht voor zich uit kreeg. Ah, weer! Oh my god. Deze auto kan nog niet aan. Nee, de AI mag wel wat hoog. Staat op 60. Nou ja, voor het karten ging het zo goed. Ah ja. Leave me alone. Ik vind het wel mooi hoe je met de rough, of tenminste hoe ik met de rough in het begin. Ik dacht dat het een vrij simpele auto was. Relatief dan. Vergeleken met bijvoorbeeld formule auto's. Maar nee, dit is een stuk makkelijker dan de rough. De rough is zeker niet aan te raden voor beginners. Come on, here we go. En een 4 seconden voorsprong. Nice. En het is weer begonnen met regenen. Return to Race Central. Yep. Oké, gaan we nog één klein dingetje doen. Nou ja, klein duurt 10 minuten of zo, maar. Kom op. Waar gaan we dat mee doen? Het liefst iets met grip. Dat zou wel fijn zijn. Het zijn er inderdaad weinig auto's. Oh ja, de Caterham. Ja, de Caterham. En dan wil ik de Azure Coast. 20 kilometer? Hoe lang? Volgens mij was California 22 kilometer. 19,25 kilometer. 95 bochten. I'm ready. Ah shit, ik heb het weer nog steeds niet veranderd. Oh wel. Verwacht dat het tijdens deze race gaat regenen en dan weer zonneschijn wordt en weer gaat regenen. Kom op, you can do it. Ja, tot nu toe eigenlijk vond ik alles leuk. Behalve nou, de rough niet mijn favoriet. De kart zal helemaal de rest van zijn. Dat is wel cool, iets soort van
Oh. Oh. This is bad. Laten we dit even opnieuw doen. Wauw. Twee onderdelen vliegen op af. Dit één. Dit twee. Ja, is mijn eigen onderdeel. Dat is wel mooi. En dan onderstuur, onderstuur. Een enorme paal. Dus een. Is het een prullenbak of zo? Ik weet niet. Restart. Yes. Waarom rem je zo hard? Jezus. Nou. En dan vol te remmen en huppatee rechtdoor. Nice. I like that. Daar laat ik het niet doen. Oh my god. Wow. Hoor de dingen tikken. Ik weet niet of dat gebeurt. Van vooruit. Ik heb alleen nog weinig fliksem voor. Nou ja, fliksem voor de honden in. Ik kan er mij niet. Misschien komt het door het gebouw van mij ook. Tril. Ik wil het verwezen in Frankrijk. Grip, grip. Waar ben je? Grip, grip. Dat het gewoon door de regen. Toen het droog was, maar ik hier geen probleem mee. Iedereen remmen, dus ik ga ook maar remmen. Ik weet niet wat voor. Oh my god.
dit is wel echt gebruikelijk. Ik vind de afwisseling mooi tussen gewoon echte circuits en dan gewoon iets op leven. Ik hoop dat ze dit soort DLC brengen. Mooie, van dit soort mooie werk. Van die werktuigen. Maar tot nu toe is Project Cars in mijn ogen het beste racebel ooit. Tot nu toe. Nou ben ik niet heel veel echt simulatie racebellen bezig als Grand Prix Cars. Een beetje Forza. Nou ja, grafisch. Oh my god. Grafisch is het sowieso het beste spel. Oh, je kan zelfs gaan. Er zit alleen nog zo'n irritant schakel. Hij wil er gewoon niet vanaf, hè. Van de dirt. Dirt ready. Oh, ik ben ook zo blij dat ze met Dirt Rally zijn gekomen. Eindelijk weer een simulatie rally game. Dat de oude Formula 1 is. Dik is voor de film. Dat was cool. Ik ben nooit zo'n fan geweest van Dirt. Komt Dirt 2 uiteindelijk nog wel leuk? Zeker met het stuur. Maar ik wil echt kampioenschappen maken. Ik kan het nog steeds naar elkaar kijken. Dat gaat waarschijnlijk wel. Dat brengt ons weer wat van. Ja, weer is geweldig in het spel. Weer simulatie. Het geluid is van de machine. Ik vind de hele career mode opzet ook fantastisch. Kijk hoeveel fietsen zijn. Dat is ook fantastisch. Een aantal auto's valt denk ik wel. Dat maakt mij persoonlijk wel. Ik zie niet zo heel veel aan. Maar ja, bij een race game verwacht je wel veel uit. Dat is een begrijpelijk. Maar ik heb puur de racer in dit. Wat Gran Turismo eigenlijk weer niet helemaal is. Puur de racer. Dit is meer een puur de racer dan Gran Turismo. Het gaat niet echt om dat je kampioen is. Ik Dat was leuk. Ik ben wel wat onderdelen kwijtgeraakt. Maar terwijl ik deze replay even laat lopen. Is dit vanaf het begin? Oké, dan is het goed. In ieder geval, ik laat deze hele replay dan nog even lopen. Dan kan ik zelf ook naar kijken. Dan is alles in een notendop. De weersomstandigheden. Prachtig spier. Mooie auto. En dan hou ik het voor gezien. Bedankt voor het kijken alvast. En
Laat vooral nog even weten, voordat ik aan de Karimo begin, moet ik karten? Ik ga zelf wel testen of ik het wel leuk vind, maar of zal ik dat overslaan en meteen in de... dan begin ik waarschijnlijk in de Formula Rookie. Dus laat dat vooral nog even achter in de comments en dan tot de volgende keer. En geniet van het racen, van het pure racen en de crashes. Het wordt een race. Dus tot dan.